meisjes. Hallo iedereen. Gisteren had ik gefilmd, denk ik. Het eten bij... Waar waren we gisteren? Barnaba. Samen met Charlotte. En ik heb niet gezegd wat we gingen doen. Maar we zijn bezig met een event te regelen. Wat er binnenkort aankomt. Hou zeker onze social media's in de gaten. Dan kunnen jullie dat zien. En daarom hadden we een lunch... Een werklunch, zal ik zeggen, om alles te bespreken. En nu hebben we fun lunch in Paal 26. Het is hier trouwens ook vernieuwd. Wat wel, het is echt wel mooi, vind ik. Zo wat hipper geworden. En we zijn net naar de nagels geweest. Ik heb babyboom. Het ziet er zo uit. En jij hebt zo oud, paasachtig. Ik weet niet als het scherp staat. Maar nee, ik maak het erger. Ai, ai. Ja, paas. Oud ras. Nee? Celine zegt dat er geen room in zit, denkt ze. De courgette soep. Ja, dat lijkt inderdaad niet, maar een heel klein beetje, zei hij wel. En we hebben antipasti. En we hebben... ik heb tomatensoep. Smakelijk! En ondertussen ben ik bij Mezzo Charlotte. Want het is tijd voor Creo. Zoals jullie zagen, was ik bij mijn zoon Charlotte geweest. Deze keer had ik de binnenkant van mijn benen laten bevriezen. Mijn vetcellen laten bevriezen. Het was een heel ander gevoel als op de buik. Ook weer heel koud. Het gevoel van een ijsblokje eigenlijk wat over je huid gaat. Maar misschien wel iets minder gevoelig aan de benen, denk ik. Nou, wat ze doen is eigenlijk door de warmte de vetcellen wakker maken. En dan met heel kou, min 12 of zo, denk ik. Ik ben niet zeker. Maar daardoor bevriezen die vetcellen. En de twee weken daarna gaan de resultaten beter en beter worden. Dus dan moet je veel water drinken, veel pipi doen. Zeker de dag van de cryo. Allee, als je cryo hebt gehad. Want de vetcellen komen er dan mee uit. Dus dat is kei goed. En ik was, ik denk, van 50,4 naar 49, wacht, ik kan het hier zien, denk ik. Naar 49,7. Dus dat is wel goed, hè. Ik ben best toch wel 0,7 kwijt. Dus aan elk been. Dus dat is kei goed. En ik kan niet wachten tot de resultaten zo nog beter worden. Maar ja, ik vind het echt fijn dat zo, zeker als je sport en gezonde levensstijl hebt en dan dat er nog iets bij doet, of LPG voor vocht of zo, dat is ook keigoed, dan zie je echt nog sneller resultaten. Ondertussen ben ik mij aan het klaarmaken voor een fotoshoot. Je zult denken, klaarmaken, je zet je make-up er af en toe. Maar onze make-up wordt gedaan. Dus om 4 uur, denk ik, ja, hebben we een shoot met Stephanie Smeets. Amai, mijn oog is rood. Oh, kijk dat verschil. Als ik even door mijn oog wrijf, hupsa, dan wordt het rood. Maar dus hebben we een shoot met Stephanie Smeets in Zonhoven, dezelfde plek waar dat... De shoot van Belle Pierre altijd doorgaan en dezelfde fotografen. Met we bedoel ik Celine en mezelf, of course. Ik heb ook mijn oorbellen veranderd net. Allemaal high-hearted. High-hearted is online trouwens, als jullie deze vlog zien, staat het al online, hier ook. Maar ik ben aan het denken om mijn stretcher te gaan laten toenaaien. Maar... Ik weet niet als ik dat ervoor over heb, maar als ik grote oorbellen aan heb, echt zware, dan hangen die echt hier of zo, want dat leurt helemaal. Ik heb hier vroeger een stretcher gehad en als je niet weet wat een stretcher is, dat is zo een gat in je oor. En dat is nooit toegegroeid. Dus don't do it, people. Zet geen stretcher. Nee, ik heb er wel geen spijt van, want ik vond dat toen cool en het is niet dat mij dat heel erg stoort of zo. Oké, voilà. Mijn haar heb ik ook gewoon aan een dot. Want
Onze haren worden ook gedaan. Dus dat is wel fijn. Ik hoef niks te doen. Ik ga hem ook nog heel snel wel douchen. Met mijn lichaam. En dan ga ik zelfs vertrekken. En we zijn aangekomen op de shoot. Ik heb al een deel geshoot. En Celine zit nog in de make-up en haren. Hey Ina. Hallo. En zelfs gaat Celine shooten. En dan gaan we ook nog met twee shooten. And I know she'll be there for me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. Next outfit. Ik zal me zo draaien. Hallo, hier ben ik weer. Het is de volgende ochtend. Het is 9 uur. Oh, het is al 9:45. I'm lying. Maar ik was heel de tijd aan het monteren. En ik zie net dat er geen einde is aan deze vlog. Dus bij deze, hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. En vonden jullie het leuk om ons behind the scenes van een fotoshoot te zien. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Ik beantwoord ze altijd. En ik zie jullie snel weer. Dag!